Ja, en ons volgend onderwerp brengt ons naar de juiste wijze omgaan met onze Surinaamse vlag. Er is, bestaat nog steeds een beetje onbegrip over hoe op waardige wijze om te gaan met onze Surinaamse vlag. En vandaag praten we met majoor Farid Elahi Baks en met luitenant Vincent Lepeblad hierover. Heren, goedemorgen en welkom in deze aflevering van Moment in Taki. Goedemorgen. Ja, er wordt nogal aangegeven hoor, officieren mag ik het zo zeggen, ja. Dat Surinamers nog niet genoeg bewust zijn of bewustzaam omgaan met onze Surinaamse vlag. Zijn jullie dezelfde mening toegedaan? In vele gevallen heb je dus dat inderdaad de mensen, net wat u zegt, soms onzorgvuldig bij het hijsen van de vlag, die acties verrichten, mm-hmm. waardoor je af en toe kan krijgen dat die vlag dus eigenlijk op zijn kop staat. Er zijn hele duidelijke zaken betreffende het hijsen van de vlag. En als je een goede vlag hebt, dan is het heel makkelijk om dat te herkennen. Omdat aan de bovenzijde van de vlag er een lusje is. Aan de onderzijde is er een touwtje. Ja. En het is makkelijk dat te herkennen. Zodra je dus dat lusje ziet, ja, dan weet je dat daar dus de top is, de bovenzijde. En die zijde gaat dus het eerst naar boven. Tegenwoordig, en dat heb ik dus in een heleboel winkels gezien, komen de vlaggen vaak niet met een lusje. Ze komen met twee ringen. En die twee ringen, die brengen vaak die verwarring. Wat je zou moeten doen als burger van het land, om het voor jou makkelijker te maken, dat ene ringetje dat aan de bovenkant is, zou je kunnen laten. Want dat blijft dus een ringetje. Maar aan de onderzijde zou je dus een touwtje moeten vasthechten, waardoor je weet dat dat gedeelte van de vlag de onderzijde is. En dat denk ik niet dat er dus fouten gemaakt kunnen worden. Ja, zoals we het zien. Zoals je dus hier ziet bij die hele grote reuzenvlag, daar zijn er dus verder geen touwtjes en oogjes aangeplaatst. Ja. Het zijn twee grote ringen die daar zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde zijn aangebracht. En bij het hijsen van de vlag wordt dus van tevoren dan gekeken waar de bovenzijde van de ster is, dus die ene punt. Ja. En de vlag wordt dan dus met één punt naar boven gehezen en twee punten, dus de twee poten aan de onderzijde. Als we kijken naar de wijze hoe de vlag wordt gehezen, we zien dat alle auto's zijn gestopt. We zien dat mensen in de houding staan. Oké, dat zijn de soldaten, militairen zijn in de houding, dus dat is te begrijpen. Maar meneer Lepeblad, nogal merken we dat men geen, bijna mag ik het zo zeggen, heel voorzichtig, dat men oneerbiedig is. De vlag wordt gehezen, iedereen doet maar wat hij of zij wil. Je ziet niet meer dat mensen, dat automobilisten stoppen. Vroeger had je dat ook dichtbij de Mibrebukhu-kazerne, dat als de vlag werd gehezen, dat de auto's werden gestopt enzovoort. Wat gebeurt er eigenlijk, heer Lepeblad? Men is afgestapt daarvan op eigen inzichten. Terwijl de vlag is een nazi-symbool. Je gaat daar altijd respect voor moeten hebben. Zodra je ziet dat de vlag gehezen wordt, zou je moeten stappen. En in het verleden was het ook al zo dat de automobilisten stapten, de auto uitzetten en naast het voertuig gingen staan. Totdat de vlag in top was. Heden de dagen doet men dat niet meer. Men ziet de vlag wordt gehezen en men toetert gewoon. En men race gewoon voorbij. Heel respectloos. Ja, kunnen we stellen dat er nu weinig sprake is van vaderlandsliefde op basis hiervan? Kunnen we dat zo stellen? Ik denk dat je dit in de opvoeding, in de vorming, het bijbrengen van de normen en de waarden aan de samenleving, te beginnen bij de scholen, zou moeten aanwakkeren eigenlijk. Het is van essentieel belang, omdat het ook dus in het staatsbesluit staat, artikel 2 van het staatsbesluit van 1959, dat wanneer de Surinaamse vlag wordt gehezen, het publiek op een zeer respectvolle wijze
daarvan getuige dient te zijn. Dat hebben we hier, hè? Dat is dus dat gedeelte. Ja, artikel 2. Inderdaad, ja. Artikel 2, mm-hmm. waar dus heel duidelijk staat wanneer het... Nee, maar daar, dat artikel handelt dus over het volkslied. Of volkslied. Mm-hmm. En bij het hijsen van de vlag wordt dus het volkslied gezongen. Mm-hmm. Dat dus wanneer het volkslied wordt of ten gehore wordt gebracht, mm-hmm. dat men dus eerbiedig en respectvol daarbij dient te staan. Ja. Ja. We komen straks terug op dat van het volkslied, maar we willen nog even inzoomen op dat van onze nationale vlag. Ja, dit hebben we nog even in beeld, dit handelt over onze volkslied, maar straks zullen we daarover praten. Om even te blijven bij dat van onze Surinaamse vlag, heer Lepelblad. Nogal zien we dat mensen ook niet weten welke houding aan te nemen. Soms zie je dat men hun linkerhand op hun borst zet. Soms zie je dat men schuin. Dus welke positie moet je eigenlijk innemen wanneer de vlag wordt gehezen? Je gaat in elk geval een eerbiedige houding moeten aannemen. En hoe moeten we dat doen? Een eerbiedige houding kan zijn dus dat je recht staat met je handen gewoon omlaag. Ja. Maar je zou ook het voor je kunnen kruisen. Je kan je hand op je hart zetten. Dat zijn de eerbiedige manieren om te staan. Oké. Als we het op het gebied van sport bekijken, als we kijken naar bepaalde landen, dan zien we dat iedereen een bepaalde houding aanneemt. Toch? Vooral landen waar we veel Spaans spreken hebben. Dan zijn ze echt eerbiedig en staan op een bepaalde wijze. Dus men krijgt het gevoel alsof het militairen zijn, maar ze zijn sporters. Maar normaliter als Surinaamse sporters meedoen aan de activiteit, we willen niemand bekladden, maar dat is wat we vaker merken. Dan zien we dat we geen eenduidigheid hebben. Maar speelt dat geen rol, Major? Ik denk, en ik heb een heel mooi voorbeeld daarover. Een aantal jaren geleden was er een actie in de Anthony Nasty Hall, waarbij het volkslied gezongen werd. Maar de organisatoren het beter vonden om slechts een deel van dat volkslied ten gehoor te brengen. Ja. En de vertegenwoordiger van het Surinaams team, die heeft echt geageerd en hij vroeg zich af wat er gebeurde. Ja. En ze hebben erop gestaan dus dat het volkslied in zijn totaliteit werd gespeeld en gezongen. Een heel mooi voorbeeld is als we kijken naar de internationale sporters en het publiek. Dan merk je dat wanneer het volkslied van Brazilië wordt gespeeld, daar slechts ook een deel van wordt gespeeld. En de FIFA heeft daar nooit rekening mee gehouden. Wat doen de Brazilianen op de tribune? Ze hebben niets te maken. Ze zingen gewoon door. Ja. Totdat hun volkslied is beëindigd. Ja. En dan krijg je dus dat het volkslied van het ander land, in geval dat nog niet ten gehore is gebracht, gespeeld wordt en gezongen wordt. En ik denk dus dat we betreffende deze protocollen toch wel wereldwijd afspraken moeten maken dat we niet moeten sollen met de volksliederen van de diverse naties op de wereld. Ja. Wat we zien tegenwoordig, ik denk dat we met wat bedoel ik Surinamers, dat we het systeem van Amerika willen opvolgen, dat het Surinaams lied op een andere melodie wordt gezongen of dat je andere duintjes ertussen hebt en dat het anders wordt gezongen zoals we dat kennen. Ja. Mag dat? Is dat toegestaan? Kijk, heer Lepelblad. Hij heeft daar de wet in handen. Mm-hmm. Hij is zo aangenomen. Mm-hmm. En als je aan de achterkant kijkt, dan ziet u het volkslied met tekst en melodie. Ja. Hij kan niet anders gespeeld worden dan hoe hij daar is aangenomen. Ja. Dus eigenlijk, wanneer we denken dat we een moderne versie of een remix van maken, zijn we verkeerd bezig. Zijn we bezig te misvormen van ons nazi-symbool. Ik wil even wijzen naar als u even terug naar beneden kan, naar het begin van het volkslied. Daar ziet u, daar ziet u dus twee viertjes staan voor de mensen die daar niet zoveel doen. Oh ja, hier. Het is dus een vierkwartsmaat. Mm-hmm. En u ziet dan dus dat het volkslied begint met een opmaat. Een opmaat is dus dat een maat die normaal in vier tellen zou moeten worden verdeeld, een niet volledige maat dan is, en slechts met één tel begint. Als u daar goed kijkt, dan ziet u daar twee nootjes staan. Eentje met een punt en eentje met twee vlaggen. Nee, daarboven. Gelijk naar die 4-4.
Vier oh ja, hier. We hebben daar dus, zoals we dat in de muziek noemen, 8e punt 16e. En zo wordt het ook aangevangen. Mm-hmm. Maar wat hebben we gemerkt nu op het net? Dat iemand dat puntje weg heeft gehaald en twee nootjes daar heeft geplaatst met vlaggetjes. En dat is compleet fout. En als we dat niet weten, dan nemen we het zo over. Even zo, en daarover sprak ik dus met collega Lepelblad. Wanneer er wordt aangekondigd het volkslied van de Republiek Suriname, dient men te beginnen zoals het is aangegeven. Ja, met de melodie. Die, ja. Maar we moeten niet gaan beginnen met een voorspel, want dat staat nergens in de wet. Mm-hmm. En vaak, waarom wordt er dan een voorspel gespeeld? Om de mensen dan eventueel te helpen aan de toon. Ja. Het volkslied is gecomponeerd en gearrangeerd door Weylen, ook een legerofficier, de luitenant Eddie Snijders. En nadat dat toen in 1959 werd aangenomen door de Staten van Suriname toen, is het bij wet vastgelegd dat het op die manier. Ja, ja. Ja. En dan kan je gaan spelen met de verschillende toonhoogtes. Want soms is dat is wel toegestaan dus. Dat wordt wel toegestaan in de muziekwereld. Ja. Als u kijkt bijvoorbeeld naar de versie die Telesuur heeft uitgebracht. Ze hebben een pracht van een agenda waarbij dus de symboliek van zowel het volkslied, het wapen, als van de vlag is vastgelegd. En dan zie je dus dat daar het volkslied herschreven is geworden door Lisibeth Perotti. Ja. Maar zij heeft het in D gedaan. Dat zijn dus muzikale, ja, technische dingen. Ja, ja, ja. Heer Lepelblad, nog een vraag met betrekking tot het volkslied. Mogen we juichen nadat we klaar zijn met het zingen van het volkslied? Nee. Er wordt niet geapplaudiseerd, er wordt niet gejuicht. Het is een nazi-symbool, je moet hem gewoon eerbied eraan geven. Ja. Er wordt niet geapplaudiseerd. Je ziet mensen het wel vaker doen, maar het is verkeerd. Ja. Wat kunnen we eraan doen dat, zeg maar, om de bewustwording op dit gebied te vergroten? Wat kunnen we eraan doen? We zouden moeten beginnen op de scholen, met de jeugd, de kleine kinderen. Ja, hoe prettig is het als ik op scholen kom en je die kleine kinderen daar ziet staan. En ze uit volle borst, ja, het volkslied zingen, ja. En dan hangt het dus van de leerkrachten af. Je begint op de kleuterschool, je gaat daarna naar de lagere school. En wat zien we dan gebeuren? Op de MULO-scholen, dan begint het probleem. Ja, ja. Maar dan willen de kinderen niet komen staan bij de vlaggenmast, ja, tijdens de vlaggenparade. Ja, leerkrachten die zijn soms ook weer niet te vinden. Daar begint het. Ja. Aan de andere kant zegt men, we zijn niet verplicht om het Surinaams volkslied uit het hoofd te kennen. Hoe kijk je daar tegenaan, heer Lepelblad? Als het een nazi-symbool van je is, hoe kan je het niet uit het hoofd kennen? Mm-hmm. Je praat over het Nationaal Surinaams volkslied. Als je hem niet uit het hoofd kent, ga je fouten maken, ga je gekke dingen zingen. Dus je gaat hem uit het hoofd moeten kennen. Mm-hmm. En het wordt vanaf de school gegeven. Ja. Dus je zou het moeten kennen. Ja. Ja. Heren, tot slot, als we kijken naar dit vraagstuk. U heeft het al aangehaald, majoor, we moeten vanaf de lagere school beginnen. Maar hoe gaan we verder nu? Hoe kunnen we concrete stappen zetten om, zeg maar, dit te mitigeren of dan wel te elimineren? Laat me dit zeggen. Er is bij wet vastgesteld dat het verplicht is op de scholen vlaggenparade te hebben. Die wet moet natuurlijk weer een beetje aangepast worden. Ja. Want er staat nog steeds in naam van de koningin, de gouverneur. Mm-hmm. En er zijn misschien een paar kleine dingen die je gaat moeten wijzigen. Ja. Maar laten we die wet, want die wet is er. Laat de wet aangepast worden en laat het uitgevoerd worden. Nee. Ik denk dat de inspectie van onderwijs is daarmee belast. Dat staat in de wet. Ja. Dus dat zou weer geactiveerd moeten worden. Okay. En aan de andere kant zeg ik dat het een innerlijk proces is. Dat ben je zelf naar voren moet komen. Wat bedoelt u daarmee? Het moet van jezelf uitkomen. Ja. Ik ga niet wachten op een meneer die komt zeggen van, jongens, we moeten het volkslied zingen. Ja. Jij weet het, je bent Surinamer. Je weet wat je elke ochtend op school of aan het werk zou moeten doen
voor zover dus de diensten dat toelaten. Ja. Ja, dan begin je heel makkelijk het volkslied te zingen. Ja, het gaat meer om het nationalistisch gevoel, hè? Ja. Helemaal. En waar de vlag gehezen wordt aan het begin van de dag of aan het begin van de week. Want je hebt scholen die zeggen, we doen het 1 keer of 2 keren per week. Ja, dat is hun beleid. Prachtig. Maar je hebt anderen die zeggen, nee, we doen het elke dag. Ja. En dan moet je ook dat stukje inruimen om te zeggen, van laten we het respectvol, met alle eerbied, op zijn moois, ja, ten gehore brengen. Zodat dus de dag daarmee kan aanvangen. Okay. En als we dat met z'n allen straks, we zijn nog een hele jonge natie, maar als we dat allemaal straks goed kunnen begrijpen, ja, trouwens, u weet, onze samenleving is een samenleving met een heleboel mooie mensen, ja. Ja, dat we dan kunnen zeggen met trots, ja, we zijn eindelijk beland op het punt waar we dat nationalisme ter uiting kunnen brengen. En dat zeg ik prachtig. Heren, wanneer liep Blad wilde nog iets zeggen? Ja, ik wil nog iets zeggen en dat is ten aanzien van de vlag. Mm-hmm. Bij het hezen van de vlag heb je minimaal 2 mensen nodig. Ook bij het neerhalen van de vlag. Wanneer er 1 persoon gaat, dan zie je dat de persoon de vlag neerhaalt en die vlag gaat onder zijn oksel. Heel erg oneerbiedig. Dus als men er rekening mee houdt dat er minimaal 2 mensen moeten zijn om de vlag zowel te hezen als neer te halen. Nee, dan heeft u dat ook gehoord dat er minimaal 2 mensen moeten zijn of om de vlag te hezen of om hem neer te halen. Heren, mag ik jullie bedanken en een fijne dag verder te wensen. Graag gedaan. Graag gedaan. En ook voor u een fijne dag. Ja. Thank you. Beste kijkers en luisteraars, wij pakken even een muziekbreak en we zijn zo dadelijk bij u terug.